Hey jongens, ik ben de Dennis, a.k.a. Denske, en vandaag hebben we voor jullie episode 2 van mijn Road to a Life Infected Moab. En vandaag is het op, niks zeggen, ik ga niet kijken, deze map heet Underground, of niet? Ja, Underground, goed zo. In ieder geval, ben ik de Infected? Nee, ik ben niet Infected, gelukkig. Oh, daar heb ik echt gewoon geen zin in die Infected. Maar in ieder geval, we gaan proberen om een Moab te halen. En de laatste keer was mijn video redelijk kort. Dat was iets van 6 minuutjes. Ik vond het eigenlijk een mooie tijd, 6 minuutjes. Ik bedoel, mijn video's zijn meestal juist vrij lang. Alleen, als ik bijvoorbeeld ook weer een korte video heb, dan kan het zijn dat ik daarna nog even één ronde doe. Of nog één match. En dan is dat die kill achter mij. Ik schrok mij de pleuren. Is niet normaal. We zetten hier even een klimmetje neer. Ik word sowieso ook in mijn rug getroneknifed of zo. Ik weet sowieso zeker dat ik getroneknifed word. Bijna zeker. Dat gebeurt me eigenlijk altijd wel. Ik hoop in ieder geval dat ik een beetje streaker kan krijgen. Oh, dat was heel close. Oh, er zijn er 2 infected of zo. Ik dacht dat er maar eentje was. Oh, what the fuck, er zijn er 4 infected. Gekke. Ja, best snel. Dat is op zich wel gunstig. Ik hoop alleen dat ik 10 kills kan maken. Dat is één wat ik hoop. 10 kills is alles wat ik vraag. Goed zo. Ik heb in ieder geval 1 kill. We zijn nu op 4. We hoeven er nog maar 6 en dan ben ik tevreden. Want ik zweer het je, jongens. Ik wil gewoon 10 kills. Dat is gewoon het enige wat ik vraag. De laatste keer had ik het ook maar iets van rond de 10 of zo. 16 of 14. Iets in die richting. Iets van 10 tot en met 16 of zo. Laten we zeggen. Iets in die koers. En dat wil ik gewoon vast blijven houden. Ik wil niet bij 6 kills al doodgaan. Dan kan ik weer gaan rennen met die klote meisjes. En ik weet hoe dat gaat. Met die mensen die gewoon om het hoekje staan te wachten tot ik tevoorschijn kom. Nee, gelukkig niet. Ja, dat is altijd een beetje een probleem. Je kunt erop afrennen. Ik weet hoe dat gaat. Ik ga, stel als ik dadelijk snel afga, dan kan het goed zijn dat ik de volgende match wel gewoon ga rennen. Maar dan ben ik gewoon ook af binnen 3 tellen. Dat is niet normaal. Ik word altijd in mijn rug genaaid of net op een of andere wonderlijke wijze dat er iemand precies in mijn rug komt. Ze komen echt niet meer via deze kant. Die mensen hebben het opgegeven. Dit is echt zo'n spot als ze me daar gewoon raak gooien met de troonknife. Nee, ze komen niet. Dit is aan de andere kant van de map. Oh, wacht, er zitten gewoon mensen te killen. Ze hebben iemand geknifed. Er is nog iemand infected van ons. No! Dat dacht ik ook. Nope. Niet nu. Ik heb geen zin in. Ik heb geen zin om infected te worden. Alleen wat ik dus niet snap is, ze moeten toch heel dat omlopen. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggen. Dat ze heel het onderdoor lopen. En ik denk dat er ook wel zal gebeuren. Dan loop ik even er vandoor. Specialist. Oké, we hebben specialist, we zitten op 9-0. Run. Ik weet niet waar die mensen zitten. Maar, nee. Oh, nee, 9. Ik wou de 10. Nou ja, we gaan proberen die mensen te infecten. Ja, ik dacht van, oh, what the fuck. Jij bent hier gewoon enemy. Hij komt niet naar mij toe, of wel? Hij is weggerend. Ja, ik denk, dat gaat hij bij mijn ding zitten wachten. Bij mijn deck insert. Nee, ik zag net allemaal teammates staan. Ineens waren er heel veel weg. Dus ik denk, dat lopen ze om. Komen ze precies in mijn rug. Dus ik moet er vandoor. Maar ja, toen werd ik dus ook genaaid. Ik ben trouwens genaaid. Ik ben niet gekild door een troonknife. Oh nee, dat meen je niet. Oh, die kerel die oot mij, man. Dat was onzin. De knife in het spel is, als je knife, dan ga je automatisch naar die poppetjes toe. Alleen bij mij werkt dat niet of zo. Bij mij gaat hij juist van die mensen af. Oh crap, ik zat vast in de stoel. Nee, ik zat vast in die stoel toen ik de troonknife van gooide. Daarom gooide ik me zo mis. Godverdomme. Nou, in ieder geval één ding is positief. En dat is dat ik hem niet gehaald heb. Want dat betekent dat deze serie nog vrij lang kan duren. In ieder geval, ik ga sowieso nog een match doen. Dus ik zie jullie zo meteen in de volgende match. Tot zo. Yo, daar zijn we weer. En deze match is op Boardwalk. En we spelen met de P90M1. En ik ben benieuwd dat ik infected gekozen word. Ik heb zo'n gevoel dat ik gewoon vandaag aan de beurt ben. Dus ik ga achter moet aanrennen. En ja, als het zo is, kan ik er ook niks aan doen. Dat kun je van tevoren natuurlijk nooit weten. Maar, oh mooi, ik ben niet infected. Dat is helemaal positief. Maar ja, als het zo is, dan is het zo natuurlijk. Dan gaan we gewoon proberen al die mensen te infecten. Dat zal mij dan toch wel weer niet lukken. Ik ben benieuwd wat die kerel is. Want ik heb het idee dat hij daar ook weer net achter mij zal staan. Dat ik gelijk als eerste infected ben. Dan heb ik liever dat ik gelijk bij Bing gekozen ben als infected. Dan dat ik gelijk genaaid word in mijn rug of zo. Want daar word ik dus echt niet blij van. Oké, daar zijn al mensen dood. We hebben al een kill. Dat is al iets. We falen in ieder geval niet volledig. Als we nou dood gaan, hebben we in ieder geval een 1.0 KD. Want je, ja, oké, als je daar trouwens, als je infected bent, je gaat heel vaak dood.
Kan ook. Ik wou zeggen, je kunt maar één keer doodgaan hier, maar dat kan niet. Zet hem daar neer. Zal die daar vandaan komen? Nope. Oké, okay, die had ik ook niet aan zien komen. Ik heb het idee dat ik een beetje stom bezig ben. Ik ben echt helemaal alleen aan het lopen. En dat maakt in principe niet zoveel uit. Maar volgens mij zijn er best veel infected. Oké, okay, dat was een close enough. Die was close enough. Daar staat er een. Ik weet het. Ik zie ze ook. Nee. Nee, waar was jij? Nee. 7. Godver, het zit me echt niet mee, jongens. Nou, we gaan even proberen wat mensen te infecten. En dan, ja. En dan zien we het de volgende keer weer. Ik bedoel, het maakt in principe ook niet uit dat ik... dat ik hem niet gelijk in één keer haal. Dat is ook een beetje de bedoeling dat ik het niet in één keer haal. Want anders is het natuurlijk ook een beetje raar. Oh nee, ik kan bijna. We hebben hem. Hij zit me niet. Oh nee, er stond er ook nog één. Ik wou naar links. Ineens zag ik dat er rechts nog één stond. Ik dacht dat hij al dood was. Die was niet dood. Ah, die winnen we wel. Oh, die was fucking baas. Hebben ze? Nee, er waren ze niet allemaal. Oké, okay, pak onze knife terug. Waar is die la... Oh, zijn er nog twee. Over. Waar zitten die twee verstopt, is de vraag. Welk hoekje? Nee, het gaat wel een stuk slechter dan mijn vorige episode. Of episode 1, daar had ik best veel kills volgens mij. Of in ieder geval 10 plus. En dat vond ik al oké. Okay. En dat vond ik in eerste instantie best slecht. Maar nou dat ik gewoon nog geen eens 10 kan halen, heb ik iets van, nou, oké, okay, misschien was het best ook. Wat? Nee. Wauw, dat was onzin, maat. Wat? Kind moet even zijn mond houden. God, dat was echt een uberfaal. 8-3, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, zoals ik net al zei, het is een beetje de bedoeling dat deze serie natuurlijk wel langer blijft dan alleen 2 episodes lang. En ja, dan haal ik hem niet. Ja, ik ben zelf gewoon niet echt goed in infected. Ik heb geen zin om met heel zo'n groep bij elkaar te campen. En al doe ik het, dan ben ik altijd net die ene persoon die dan random geraakt wordt met een throwing knife. En als ik ga rondrennen, ja, dan word ik toch altijd genaaid door van alles. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het is zo een keer wat anders dan infect natuurlijk. En ja, ik hoop dat jullie kunnen waarderen dat ik vandaag 3 video's upload. Want ja, maar liefst 3. Ik weet niet of ik ze nou al 3 online heb staan als deze video online komt. Want ja, het ligt er maar net aan in welke volgorde ik doe. Maar ja, ik hoop ook dat jullie dat kunnen waarderen. Het is in ieder geval enorm veel werk voor mij. Dus hopelijk kan ik daar een likeje voor ontvangen. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen weer. Dus tot dan en houden we.